is vandaag zondag en we zijn op weg naar de paardjes toe. Want we gaan vandaag trailerladen oefenen en we gaan even rijden. Gisteren zijn we ook naar de Dutch Opening Eventing. Dutch Open Eventing Masters. Dutch Open Eventing Masters. Daar zijn we geweest en daar komt een aparte video van. Nou ja, wij gaan de trailer laden als we daar zijn. Nou, tweede keer na de val. Vorige keer ging het best goed. Recap textuur opgedaan. Dus ik krijg nu alleen snoepje denk ik als ze in de trailer komt. Dat was het. Ja, ze mag er wel uit, geeft niet. Stapje, stapje. Ja, netjes toch? Gaat Pony. Nou, ze stond er net al op. Het is de tweede keer training. En ze stond gewoon weer in één keer. Ze wil wel nog heel snel eruit. Daar moeten we nog wel even mee oefenen. Nog wel blijven staan, want dat doen ze nu niet. Goed zo! Daar krijgt ze snoepjes voor. Nou, dan mag ze weer uit. Stapje. Juist, we gaan nu stapje voor stapje eruit. Rustig aan. Goed zo. Ja, braaf. Goed zo! Nou, even een loopje. Nee, oh, het mag ook. Ja, loopje ook wel. Ja, wel die kant ook, want zo ziet niemand je pony meer. Oh, Pony is nu uit beeld. Daar is ze weer. En de rekentekst weer opgedaan, omdat ze daar gewoon rustiger van wordt. En hoe rustiger de pony is, hoe makkelijker het is. Je ziet dat ze gaat er in één keer op. Wat op zich wel bijzonder is, dat had ik niet verwacht. We hebben wel veel oefeningen gedaan met wachten, luisteren, stoppen als Tessa stopt. Dat dus, wat ze nu doet. Maar dat ze zo snel wel weer gewoon erin zou gaan, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar zijn we er wel heel blij mee. Ja, waar is het weer? Kijk uit. Pony. Ja. Oh nee. Voor een stapje. Stapje. Nou, dan gaan we maar weer oefenen met de bal achter de kont doen. En dan daarna zijn we er toch wel weer klaar. Juist, bravia. Maar eentje. Geen op de vol. Het gaat heel snel weer uit, dus dat is sowieso niet de bedoeling. En dan tellen. Geef een snoepje. 1, 2, 3, 4, 5. Snoepje. Dan krijg je dus 3 per 10. Dit mag ze natuurlijk niet, hè? Dat geeft niet, maar dan kun je wel weer oefenen. Knap. Dit is knap. Goed zo. Ja, dit is knap. Goed zo. Knap hoor. Dit is knap. Dit is braaf. Oh. Even daar. Ja. Dit is knap. Pony? Nee, niet mij opeten. Dit is een knappe pony. Goed gedaan. Deze even naar voren. Ja. Goed zo. Dit. Moet ik ook uitkijken dat ze me niet klet. Ik heb hier eigenlijk geen ruimte, dus eigenlijk is dit niet zo goed. Je eten? Ja, dat mag wel hoor. Zullen we hier zo vallen voor jou? Ja, kijk eens. Goed zo. Goed zo.
verveel je met dit soort dingen. Dan wil je andere dingen doen, op je telefoon kijken en zo. Want het heeft natuurlijk geen nut, want je moet de aandacht bij de pony houden. Dan denk je, zoek het maar uit. Als je er nu in gaat, is voor mij wel klaar voor vandaag. Ze is er nu natuurlijk een aantal keren in geweest, weer uitgegaan, moeilijk gedaan enzovoort. Dus als ze er nu in komt, dan krijgt ze een beloning en is het klaar. We leggen hem alvast. Oh, het ligt al klaar. Ik heb er nu drie. Drie. Heel goed. We kunnen weer poep gaan scheppen en de trailer op een halve centimeter van andere trailers afparkeren. Moeilijk. Ik hou nog steeds druk, maar niet te veel. Het is ook een soort padstelling. Wie beweegt er als eerst? Nou, ze trekt niet hard hoor. Ze moet namelijk opgeven. En op dit moment is ze daar nog niet toe bereid. Ben je bereid? Oké, we staan nu. Voor vandaag sluiten we het af. Want ze vindt het toch nog steeds heel spannend. Dus het is een aantal keren heel makkelijk om te gaan. Maar zoals je ziet gaat het nu niet goed. Dus voor vandaag sluiten we hem even af. En dan gaan we morgen gewoon verder. Of overmorgen. Trailer training hebben we erop zitten. Paarden zijn gezadeld. Ze gaan nu rijden. Alleen is het een flinke woei. En ik heb nog steeds geen microfoon en ook geen pluisjes. Dus dan horen jullie me toch niet. Dus ik denk, doe hier eventjes vertellen dat we gaan rijden. En dan zal ik wel wat impressiebeelden maken. Dan kun je even meekijken. Maar ik ga maar niet meer praten, want ik versta me toch niet. Goed, het giet ineens, dus we zijn nu binnen. En binnen is ook geen woei. Nou heeft Fa net de andere deur gewoon via de pony dicht gedaan, maar deze ging ze toch niet doen. Nee. Nou ja, oké. Okay. Hier hebben we een jump pony, een dressuur pony, nog een jump pony en een YouTube paard. Dus nou, dan gaan we maar lekker binnen rijden. We zijn net altijd binnen om geen zeepaardjes te worden. Oh ja, dat had ook wel leuk geweest. Zeepaardjes, jongens. Blondie denkt, wat is die nou weer? Die is rustiger buiten dan binnen. Die is niet zo gewend aan binnenbakken, denk ik. Dus nou ja, is goed voor haar. Even lekker oefenen. Het is vandaag maandag. Ik ben bezig met Blondie te poetsen. En ik ben weer bezig met de hoeken. En we gaan, het is een beetje regenachtig, maar we gaan het toch buiten proberen om buiten te gaan, een soort van. En jongens, ik heb echt een vraag aan jullie. Blondie is een beetje raar. Blondie doet haar hoofd schuin. De achter gaat ze ook nog gapen. En dan houdt aan deze kant nog niet onderuit. Dus hebben jullie een idee waarom zij haar hoofd schuin doet? Laat het weten hier in de comments. Want ik ben echt heel erg benieuwd. Wat? Wat kun je doen? Horse agility, van om het te verstaan, jongens. Gelukkig geen woei vandaag, dus we kunnen een beetje filmen. Ik heb nog steeds geen microfoon en nog steeds geen pluisje, sorry. We gaan even buiten om stappen, misschien nog draven, weet ik nog niet. Maar gisteren hebben we gedresseerd en vandaag wil ik dan weer wat anders doen. Toch proberen wat meer variatie in het geheel aan te brengen. Hoi. Dus, oh, ik word gebeld. Kijk, gietende regen. Dus ik moet ook met mijn telefoon filmen, want die is waterdicht en mijn camera dus niet. We hadden zoiets van, ja, die bui die gaat wel over. Maar ik geloof dat we toch, dat die, ik had zoiets. Tessa die vroeg al, moeten we terug? En ik was aan het bellen.
We gaan morgen de livestream doen van 50.000 abonnees. En als jullie dit zien, dan is dat al geweest. Dus hebben jullie dat allemaal meegekregen. Ja! Maar er worden hele gave prijzen en hele leuke dingen gedaan. Dus dat is gewoon super gaaf. Maar we gingen dus even stappen vandaag. Gisteren hadden we gedressuurd. Morgen springen. Dus vandaag even lekker een stappetje. Of misschien een stukje draven galopperen. Maar gewoon lekker buiten. Niks moeilijks. En toen ging het regenen. Dus nu zitten we in de regen. Geeft niet. Nou, wij zijn in de gietende regen. Dus mijn nieuwe camera hangt hier keurig onder mijn shirt. Want anders wordt hij nat in zijn hoesie. Tess is nat. Veron is nat. Blondie is nat. En ik ben ook nat. Zij nat. Kan je het zien zo? Dan komen de druppels komen van mijn cap af. Ik ga het laten zien. Wacht even. Mij ook zo. Ja, maar het zie je niet zo goed. Wacht even. Het is niet alleen regen. We komen ook nog allerlei apparaten tegen. Dus dat doet een beetje raar. Die is Nienke en Maartje van Saressa idioterie aan het doen. Namelijk John Deere. Drie John Deere's. Drie John Deere's. We kunnen niet langs de vriezen weer, ze zijn achter me. Ze moet eerst. Vroon is niet zo bang, dus misschien is het makkelijker als vrouw gewoon even zo doet. Dat is makkelijker voor Blondie. Kijk, zie je? Dan denk ik Blondie. Nou, ik ga de telefoon weer weg doen. Nou, de regen is ermee gestopt. Daar is Tessaatje. En we zijn een beetje droog gegaloppeerd in de bak. Want buiten ging Blondie heel netjes, maar Vroon was bijna niet te houden. Dus zijn toch maar weer gestappen. En ja, we zitten een beetje ver uit elkaar, Tess. Wat? We zitten een beetje ver uit elkaar. Ja, klopt. Je moet even anders doen. Zo, dat is beter. Ja. Dus we gaan de paardjes afzadelen. Ik moet vooral de hoeven nog even doen. En dan gaan we denk ik maar even een kopje thee drinken. Want het is, nou ja, ik ben wel weer droog. Ze heeft het koud, maar ik heb het wel weer... Oké, ik ben droog gegalopeerd. Als een soort droge molen. Iets. Dat dus. Het is vandaag woensdag. En het is de laatste woensdag dat ik hier ben. Waarom zou je denken? Dit is de laatste woensdag dat ik hier ben voor Ponykamp. Dat is niet getreurd. Ik ben er nog wel volgende week woensdag. Maar misschien, ik weet niet, het is lastig. En volgende week heb ik dus Ponykamp van zaterdag tot zaterdag. Dus precies als de week vlog eindigt. En als hij weer begint. Ja. Dan moet ik een hele week deze gaan missen. Mijn moeder, mijn vader, mijn broer, mijn corona, mijn Alice, iedereen. Maar ja, ik ben nu aan het poetsen. En ik probeer heel mijn poetstas te gebruiken. Dus al mijn spullen. Want ik heb heel veel spullen. Ik heb dit al gebruikt. Nee, deze matchplus is dan ook deze. Mm-hmm. Want ik vind dat ik heel veel spullen heb. Dus dat wil ik zo allemaal goed benutten. Dus ik ben nu bezig met deze. Misschien kun je vertellen wat je gaat doen. Na het poetsen. Na het poetsen ga ik zadelen. Ga ik mijn cap op doen. Mijn laarzen aandoen. Ga ik bijvoorbeeld hoofdstel in doen. Heus wel. En ik ga daarna ook rijden samen met mijn moeder. Nu doen is gevaarlijk. En dan zien jullie het zo wel weer. Het was de engste poepschep van Nederland. Ik denk dat er een kabouter op zat, op de poepschep. Knappe pony. Nou, dan hoef je weer een beetje ontspannen. Dan is hij heel gespannen. Juist. Heel goed, is alles. Is genoeg. Is prima zo. Een beetje doorstappen, dan gaat ze te langzaam. Heel keurig dit, Tess. Nou, ik heb weer een fanmail gekregen en... De eerste is van Annemiek. Zij heeft me een briefje geschreven voor om mij succes te wensen. Nou, ik zal hem even voorlezen. Lieve Tessa, ik hoop dat je snel weer opknapt en heel veel succes met je lieve Blondie.
Wat heb jij een prachtige pony is het. Groetjes Annemiek. En deze vleeskaart gestuurd, heel lief. En heb ik hier ook weer. Oh, heb ik hier ook weer een briefje. Daar heb ik een armbandje van gekregen. Ik heb een paardje gekregen, dat is Bella. Die heeft nageschilderd. Een heel mooi roze papier. En zij heeft ook wat geschreven. Lieve Tessa, heel veel sterkte alvast. Ik heb Bella nageschilderd. Op een slijgpaard. Ik hoop dat je hem mooi vindt. En dan is deze van Indie Schoenmakers. Dan heeft zij een YouTube kanaal Schoenmakers Dressage. Heel erg bedankt voor deze lieve spulletjes. Deze gaat op mijn kamer staan en deze ook. Nou ja, ik vind het echt heel lief. Het is vandaag donderdag. En als het donderdag is, betekent het dat we in de middag gaan we op les bij de Arkelhoeve. Dus vandaag gaan Molly en ik op les bij de Arkelhoeve. Vorige week zijn we ook gegaan en ik heb geoefend met mijn tempowisselingen. Omdat we daar nogal vlug of juist de traging waren. Dus ik heb geoefend en dat ze beter naar me ging luisteren. En ik hoop dat het gelukt is. Ik ben op de Arkelhoeve en ik ben hier om die op te zadelen. En ik zal vertellen, 3 mensen hebben me al gespot. Blondie is altijd relaxed. Maakt niet uit waar ze is. Maakt niet uit wat ze doet. Ze is altijd relaxed. Knappe pony. Van Danielle en het ging super goed. Want we zijn met de boer om tour en er staat Blondie nu in en we zijn op weg terug. Dan ga ik jullie vertellen wat ik in de les heb gedaan. Ik heb met overgangen geoefend en balkjes gedraafd. En ik ben super trots op mijn blonde pony die nu in de boerstrailer staat. Nou ja, ik vond het heel erg leuk en dan maar de volgende keer. Tot morgen! Zo, hierheen. Zo, mooi rechtop blijven zitten. Nou iets aandrukken met je been. Juist, top. En galoppeer maar door. Steugeltjes niet kort te pakken. Zo, kijken waar je heen gaat. En maar mooi recht maken. Achterhoofd blijven. Juist, top. Kijken naar je volgende hindernis en draai je maar. Juist, handjes laag, niks doen met je benen nou. Juist, iets opvangen weer. Het is zo mooi rustig vandaag. Ik wou net zeggen, wat heb je me gegeven? Zo, mooi rustig. Dressuurles. Handjes zo naast elkaar. Juist. Rustig met je hulpen daar en galoppeer maar door. Ze wisselt mooi. Handen laag. Dan lukt hij iets te dicht, voel je dat? Dan moet jij hem iets meer opsluiten, zeg maar. Dus hou maar iets tegen hier al. Sluiten. Juist, even opvangen, maar het gaat iets te hard. 1 teugeltje opvangen, duidelijk terugnemen en ontspannen je hand. Juist. Handen laag. Het is echt naar een konijn dan. Dat is iets te dik. Hij springt wel, maar wel raar. Bij je daar. Hij mag niet harder. Juist, handen laag. Zo, 1 teugeltje. Even duidelijk terugnemen.
Zo, blijf rechtop, blijf rechtop. Juist, handen laag, handen laag. Als je tegenhoudt, moet je benen tegenaan doen. Ja, dat zag er heel spannend uit. Zo, wenden, wenden. Rechtop. Juist. Sluit hem, sluit hem. Handen laag. Hou hem bij je. Niet gaan rijden hoor. In deze! Zo, sturen. Hou je been gesloten. Juist. In het midden. Goed. Over. Sturen. Dat is goed. Handen laag. Juist, kom. Op Verona. Wat gaat ze doen? Ik ga springen op Verona. Weer voor het eerst in lange tijd. Geweldig. Mooi blijven zitten. Klein beetje kuiten tegenaan. Juist. Mooi sprong. Iets opvangen, klein beetje sluiten met één teugeltje. En kijken naar je volgende hindernis. Laten lopen en sluiten, sluiten. Uitstekend. Top. Ze weten weg gewoon nog. Oranje. Een rustige pijn. Sluiten, sluiten. 1, 2, 3, 4, 5. Juist. Even iets opvangen. Hier. Kijken naar hindernis. En blijf kijken. Hou je kuiten tegenaan. Mee. Juist. Sluit hem iets. Geel. Juist. Weet je wat heen moet, hè? Ik hoop het wel. En dan springt ze over de waterbak heen. Zo, hou je kuiten mooi tegenaan daar. Juist. Even opvangen, even opvangen. Juist, dat is goed. Die. Niet te hard. Juist. Ik ben kapot, dus ik heb besloten, want ik heb heel lang niet meer gesprongen, dat ik Steve, die zit er nu hier achterop, die had al gezegd van nou ik wil wel een keer op springen. Ik denk nou dit is een mooi moment. Dan kan ik uitpuffen, dan hoef ik alleen maar de camera vast te houden, dan kan zij springen.